Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de eerste oefenwedstrijd. Hè. Morgen zal die gaan plaatsvinden helemaal in Zeeland. Dat is wel jammer, hè. Er moet ver gereisd worden om dat te gaan zien. Achter mij wordt er in ieder geval nog getraind daarvoor. De puntjes worden op de i gezet. Wat opvalt, geen Philip Sandler vandaag tijdens de training. Afgelopen week is hij geblesseerd geraakt, heeft zich verstapt. En die zal dus morgen ook niet er zijn tijdens de oefenwedstrijd. En Soontje Hansen is er ook nog niet bij. Wie is er dan wel bij? Nou, Ünal is erbij. Vrijdag tekende hij zijn contract en hij stond ook direct al op het trainingsveld. Die krijgen we pas morgen te spreken. Even tijd voor twee nieuwe aanwinsten? Ja, lijkt me wel eventjes. Luc Nieuwenhuis bijvoorbeeld kwam over van Vitesse richting NEC. En hij stelt zich voor. En als eerste natuurlijk welkom in Nijmegen. Dank u wel, dank u wel. Hoe bevalt het zo de eerste week? Nou goed, ik ben goed ontvangen door iedereen. En ik heb het erg naar mijn zin. Ja, kun je even kort vertellen, waarom heb jij gekozen voor NEC? Nou kijk, NEC is natuurlijk gewoon een hele mooie club en de ambities die spraken me best wel goed aan. Ik bedoel, als je kijkt wat ze vorig jaar hebben neergezet, is buitengewoon. En als je dan te horen krijgt dat ze zo'n goed ontwikkelsplan met jou hebben, ja, dat stelde ik erg op prijs en daarom heb ik ook voor NEC gekozen. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien nog wel eventjes getwijfeld hebt om de stap naar Nijmegen te maken. Nee, ik bedoel, ik heb al 7 jaar in de opleiding van Vitesse gespeeld, alleen... Kijk, ik snap het bij de fans natuurlijk, laat ik dat voorop stellen. Alleen, ik heb 7 jaar daar gespeeld, ik kom uit Utrecht. Ik heb niks met de rivaliteit tussen Nijmegen en Arnhem. Ik voel daar verder niks mee. Dus de keuze was niet moeilijk voor mij. Ja, je kiest er dan voor om naar NEC te gaan. Hier kun je bij het eerste aansluiten. Maar er waren ook wel grotere ploegen die interesse hadden in jou. Is dat dan toch dat je zegt van hier kan ik gewoon Eredivisie me al laten zien? Nee, klopt. Zoals u zei, er waren ook andere clubs. Alleen, zoals ik net ook al zei, NEC had gewoon echt ver uit het beste ontwikkelingsplan met mij. En dan komt natuurlijk ook bij kijken wat het Eredivisieniveau is. En dan die andere aanwinst, Sammy Ouaiza. Ja, hij werd al vastgelegd natuurlijk in de winter. Maakt het seizoen nog af bij Roda JC en staat nu bij NEC op het veld. Dus ook aan hem een welkom. Ja, dankjewel. Ja, eindelijk. Want je speelde natuurlijk nog het afgelopen half jaar nog even uit bij Roda. Daarvoor koos je voor NEC. Kun je vertellen waarom je daarvoor koos? Ja, ik denk dat ze hier veel jonge spelers al hebben opgeleid en als een springplank hebben gebruikt. En ik denk dat dat ook mijn, ja, hoe zeg ik dat, het punt zeg maar, was dat ik hiervoor gekozen heb. Want als ik zie hoe ze spelers begeleid, ja, daar werd ik wel blij van. Wat ga jij brengen bij NEC? Wat ben jij voor speler? Ja, ik denk toch een speler met heel veel creativiteit en ook diepteloopacties die ik heel veel in huis heb. En ik hoop ook dat ik dit jaar mijn steentje kan bijdragen met veel goals en assisten. Dus in dat geval kan ik wel mijn steentje bijdragen, hopelijk aan het team. Ja, het is een jong, nou nog een beetje een jong elftal, hè? Ja, klopt. Er zijn ook nog 3 spelers die nu moeten aansluiten. Er zullen ook nog vast nog wat spelers bij komen. Maar het is nu nog een jong elftal. Ik ben zelf ook nog jong, dus het komt goed uit. Ja, en wat zijn dan de spelers waar je dan denkt van oké, daar hoop ik nu in ieder geval bij NEC nog wat van te leren, wat op te steken? Ja, ik denk dat voor iedereen wel geldt dat Lasse Schöne hier geweldig speler was. Ik moet steeds denken als ik over hem praat over die vrije trap, wat hij scoorde tegen Real Madrid. Mijn favoriete team, die vrije trap was niet normaal. En hoe is dat dan om dan naast Lasse Schöne te spelen? Ja, natuurlijk is geweldig. Ik bedoel, ik had hem al hiervoor ontmoet bij een evenement. En hij komt gewoon heel rustig, heel relaxed, heel grappig over. Dus dat is alleen maar top. Ja, tot zover de NEC-update van dit moment. Ja, morgen reizen wij ook helemaal naar Zeeland. Wij gaan natuurlijk mee om die oefenwedstrijden te bekijken. Dan zal er ook weer een NEC-update zijn. En voor nu zeg ik dus graag tot de volgende.